De eerste paragraaf van hoofdstuk 10 gaat verder waar paragraaf 9.5 over het verzet tegen het imperialisme gestopt is. Deze paragraaf gaat namelijk over de decolonisatie die een einde maakte aan de westerse hegemonie in de wereld. De koloniën krijgen eindelijk zelfbestuur en het is dus ook vooral een politieke paragraaf. In deze video gaan we eens even kijken hoe het komt dat die koloniën zelfbestuur krijgen en wat de gevolgen daarvan zijn. Oké, okay, wat is decolonisatie precies? Nou ja, dus het onafhankelijk worden van kolonies. En hier zien we de verdeling van de wereld zo rond 1920. En dan zie je dat het grootste deel van Afrika, Zuidoost-Azië en Midden-Oosten nog verdeeld is onder de westerse mogendheden. Maar als we dan naar dezelfde kaart gaan kijken, alleen dan 30 jaar later, dan zien we dat er al verschillen zijn. Zo is Belgisch Congo bijvoorbeeld onafhankelijk geworden en uh, Nederlands-Indië is onafhankelijk geworden. In het Midden-Oosten zijn er kolonies weggegaan. India is dan overigens ook al onafhankelijk geworden, maar die blijven wel lid van Britse Britse best, zoals bijvoorbeeld ook Canada dat is. Oké, okay, die dekolonisatie die vindt eigenlijk in drie golven plaats. Als eerste worden na de Tweede Wereldoorlog de kolonies in Zuidoost-Azië en Midden-Oosten onafhankelijk. Zo so, ongeveer tot 1957, dan zijn eigenlijk al die voormalige kolonies wel onafhankelijk geworden. De tweede golf vindt in Afrika plaats aan het eind van de jaren 50 en begin van de jaren 60, en daarna volgt het Caribisch gebied, bij bijvoorbeeld de Nederlandse kolonie Suriname die in 1975 onafhankelijk wordt. Oké, okay, waarom worden deze kolonies nou na de Tweede Wereldoorlog onafhankelijk? Wat zijn daar de oorzaken van? Ja, voor een groot deel kunnen we dan teruggaan naar paragraaf 9.5, want daar worden dan een aantal oorzaken genoemd. Dus als je die niet meer weet, raad ik je aan om die uh, video ook even te bekijken. Maar er zijn nu ook twee specifieke redenen nog waarom dit nu net in de jaren na de Tweede Wereldoorlog plaatsvindt. En een van die redenen is de Tweede Wereldoorlog zelf. Want die Tweede Wereldoorlog die is ook in Azië uitgevochten. En Japan had daar grote gebieden veroverd, onder andere voormalige westerse koloniën. En Japan had dus andere Aziatische volkeren laten zien dat Westerlingen wel degelijk te verslaan waren. En die Japanse veroveringen in de Tweede Wereldoorlog zorgden ook voor een grote groei van het Aziatisch nationalisme. Daarnaast was het zo dat door die Tweede Wereldoorlog de Europese mogendheden eigenlijk gewoon waren uitgeput. Engeland, Frankrijk en Nederland, ze waren uitgeput door de Tweede Wereldoorlog. Een tweede grote oorzaak die we na 1945 plaatsvinden is de opkomst van twee nieuwe grootmachten. De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Zij blijven eigenlijk over als de enige twee supermachten in de wereld. En zij zijn beide tegen het kolonialisme. De Verenigde Staten zijn tegen het kolonialisme, omdat zij zelf ooit een kolonie van Engeland waren geweest. En ze wisten dus hoe het was om overheerst te worden en vooral wat voor goeds onafhankelijkheid kan brengen. En ook de Sovjet-Unie was tegen het imperialisme. Maar dan vooral vanuit hun ideologie. Ze waren communistisch. En in de ogen van de communisten was het Westers imperialisme ook een vorm van uitbuiting, die direct te maken had met dat slechte kapitalisme. Dus dat waren de redenen die beide grootmachten opgaven om tegen het imperialisme te zijn en voor de onafhankelijkheid van kolonies. Er zat nog iets anders achter, want de Koude Oorlog was begonnen. Dat zullen we in de volgende paragraaf ook terug gaan zien. En. Ja, zij stonden recht tegenover elkaar als vijanden en ze wilden allebei zoveel mogelijk bondgenoten hebben. En ze hoopten dan dus ook dat die landen die onafhankelijk werden, dat die voor hun kant zouden kiezen. Dan zullen we nu eens even gaan kijken hoe dat in zijn werk kan gaan, zo'n onafhankelijkheidsstrijd. Nou, dat kan op heel verschillende manieren. Er hoeft bijvoorbeeld niet eens strijd bij plaats te vinden. India werd bijvoorbeeld geweldloos onafhankelijk. Engeland gaf hen de onafhankelijkheid. Niet zomaar natuurlijk, want er was heel veel verzet tegen de Engelsen, maar de Engelsen besloten dat het wijzer was om daar maar niet meer voor te gaan strijden en zo werd India onafhankelijk. Vietnam, een voormalige Franse kolonie, dat was een heel ander verhaal. Daar is jarenlang een guerrillaoorlog oorlog uitgevochten waar de eh, Vietnamese nationalisten streden voor onafhankelijkheid. Nou ja, en dit zijn slechts voorbeelden, het kon natuurlijk op vele andere manieren, maar eh, het ging vaak niet zonder slag of stoot die onafhankelijkheid. En dat zie je ook terug in de manier waarop die landen dan bestuurd worden na die onafhankelijkheid. Er waren grote problemen in die landen, zeker voor de meeste Afrikaanse koloniën gold dat. En die problemen waren er op politiek gebied, want veel landen werden dictaturen of er braken burgeroorlogen uit, vaak allebei zelfs nog. En hoe erg dit ook is, het is niet eens heel erg raar dat dit zo gebeurd is, want die voormalige koloniën waren soms al eeuwenlang overheersd geweest, en de mensen in die koloniën hadden dan ook nauwelijks ervaring met het zelfbesturen van hun land. En daar moest men achter komen. En gelukkig is de laatste jaren het aantal dictaturen en burgeroorlogen flink afgenomen. Daarnaast hadden veel koloniën sowieso het idee dat ze nog niet eens echt onafhankelijk waren. Oké, okay, misschien wel op politiek gebied, maar op economisch gebied bleven die voormalige koloniën toch afhankelijk van het Westen. Ze werden economisch overheerst en uitgebuit. Een vorm van neocolonialisme wordt dat ook wel genoemd. En volgens sommigen is die tijd van het imperialisme dan ook nog steeds niet voorbij.